Assalamu alaikum, geachte kijkers. We zijn hier in Bosnië als Stichting Hijra. Wij wilden graag de mensen hier helpen na die overstromingen. We hebben heel veel geld ingezameld dankzij jullie. En we hopen dat dat ook in de toekomst zal vervolgen. Ik zou graag eerst wat willen vertellen over de stichting. Stichting Hijra, dat is een stichting die mensen uit voormalig Joegoslavië bijeenbrengt. We hebben culturele en religieuze activiteiten. Onder andere wekelijkse bijeenkomsten waarbij er lessen zijn over de fiqh, aqida, adab enzovoort. Er zijn ook sportactiviteiten zoals voetbaltoernooien enzovoort. We geven ook een tijdschrift uit, een islamitisch tijdschrift. Dat tijdschrift heet Al Asr. We hebben daarnaast ook natuurlijk deze humanitaire organisatie, dus een liefdadigheidsorganisatie. Rahmat, dat zeg maar een onderdeel is van de Stichting Hijra. We hebben in de tijd van de overstromingen zijn we eerst begonnen met het inzamelen van hulpgoederen zoals eten, drinken, kleding, hygiëneartikelen enzovoort. Dat was geslaagd. Ongeveer 20 ton aan hulpgoederen is verstuurd. Dat is, als je het omrekent naar euro's, ongeveer zat er toch op zijn minst 50.000 euro in die vrachtwagen die was gestuurd om de mensen te helpen. In die moeilijkste momenten, gelijk aan het begin. Aangezien er in Bosnië heel veel hulpgoederen zijn aangekomen in die vorm van eten, drinken en kleding, zijn we op een gegeven moment daarmee gestopt. Zijn we overgegaan alleen op het inzamelen van geld. Want de mensen die hun huis kwijt zijn, de mensen die hun huis beschadigd is, zij hebben dan dat geld nodig om hun huis weer op te bouwen. In sommige gemeentes doet de gemeente heel veel, in sommige gemeentes doet de overheid veel minder. Dus niet iedereen wordt zeg maar geholpen door de regering en door de lokale overheden. Dus ons doel was om de mensen die hulp niet krijgen of niet genoeg, om ze te bereiken met deze acties. Zoals jullie zullen zien, we hebben een aantal van die gevallen hebben we geholpen met aanzienlijke bedragen waarmee ze weer verder kunnen. Daarvoor willen we iedereen bedanken. Hierbij wil ik er nogmaals op wijzen hoe belangrijk het is dat mensen samenwerken. Dus in samenwerkingsverband optreden, vooral bij dit soort catastrofes. Zoals overstromingen enzovoort. Dus dat mensen samen gecoördineerd werken. Het was ook heel erg leuk om te zien dat er mensen van verschillende nationaliteiten elkaar hielpen. Bijvoorbeeld heel veel geld is gekomen van mensen die afkomstig zijn uit Turkije, Marokko. Er waren ook autochtone Nederlanders die meehielpen aan het inzamelen van deze hulpgoederen. Dus dat was heel inspirerend om te zien hoe de mensen samenwerken in zulke moeilijke momenten. Daarvoor willen we zeker iedereen bedanken die zijn bijdrage hieraan geleverd heeft. We willen ook vooral de broeders van sadakatv.nl willen we erg bedanken voor hun inzet. Zonder hun inzet was het ingezamelde bedrag veel kleiner geworden. Dus we willen ze erg bedanken en ik zou ook iedereen aanraden om die stichting te steunen en de projecten die daar geholpen worden. Graag ook willen we de mensen hier bedanken, vooral Adnan Mrkonjic en de stichting Svetlost hier in Bosnië. Zij hebben heel veel werk verricht, ook op het terrein. Dus hierbij nogmaals erg bedankt iedereen voor jullie bijdrage en we willen jullie graag ook uitnodigen om in het vervolg deze projecten te steunen, want hier stoppen we niet bij, we gaan verder. We willen jullie graag jullie hulp zeg maar ook verder
graag ontvangen en doorsturen naar de mensen hier. En wat betreft de Stichting Hijra, iedereen daar is op vrijwillige basis bezig. Dus al het geld dat ingezameld wordt, wordt ook opgestuurd naar de mensen die het nodig hebben. Dus Stichting Hijra, jullie kunnen daar informatie ook straks op jullie beeldscherm zien. Hoe kun je helpen, op welke manieren, wat is het rekeningnummer enzovoort. Dus nogmaals, bedankt iedereen. Bedankt.